voordat jij er was, van Daan Remmets de Vries met tekeningen van Philip Hopman. Die hebben dus de Gouden Griffel 2010 gewonnen. Uit een keus van meer dan 10 boeken is dit hem geworden. En het was niet het boek dat er helemaal bovenuit steeg, maar toch denk ik wel gewoon een terechte prijs. De tweede Gouden Griffel voor Daan Remmets de Vries. Laten we eens even kijken wat voor boek het is. Het is een boek wat eigenlijk een soort omgekeerd scheppingsverhaal is. Het begint met de regeltjes. Voordat jij er was, was er niks. En door dat niks reden wolf en konijn in hun rode sportwagen. Kijk, dan is op de linkerbladzijde zie je dat in een tekening. En op de rechterbladzijde zie je dat echt die mooie grote rode sportwagen. Dan gaat het verder. Ineens klonk er een bons. Wolf zette snel de wagen aan de kant. En kijk, daar zie je heel klein persoontje liggen. In dat grote landschap rijden ze ergens tegenaan. En wat blijkt het te zijn? Er blijkt een mensje te zijn. Kijk, daar ligt een mensje. Nou, dat nemen ze mee. Er komt een groot schildpaddokter. En een mannetje is het. Dat kun je zien aan dat haar op zijn gezicht, zegt de dokter. Nou, ze nemen het mannetje mee naar huis. Ze worden hartstikke leuk, konijn en wolf. En dan zetten ze het hoe noemen ze zo'n ding? Een tredmolen, het mannetje. Ze noemen hem Atje. Ze willen hem eerst ongelukje noemen, maar dat is toch niet zo leuk. Ze noemen hem maar Atje. En ze moeten Atje ook maar een broek geven, want anders loopt hij in zijn blootje. Dus Atje krijgt een broekje aan. Atje zit er eigenlijk maar een beetje zielig bij. Tot er op een dag denken ze, we moeten eigenlijk iemand voor hem zoeken. Dus zetten ze een pizzapunt in een val. En daar, jawel hoor, daar komt Blondje, het vrouwtje. Die noemen ze Eefje. Nou, Eefje is hartstikke mooi. En ze hebben het hartstikke leuk met z'n tweeën daar zo. Maar ja, dan komt er ineens een kindje bij. Kijk eens, hier, het kindje geboren. En dat is jij. Dat is de jij in dit boek van voordat jij er was. Kijk, dat is de jij daar met het uitroepteken. Nou ja, dan ontvouwt zich eigenlijk verder een soort van scheppingsverhaal dat van dag tot dag wordt verteld. Hier, op de eerste dag maakt hij een landschap. Dat is hier. Tweede dag maakt hij een auto. En dan valt op dat Philip Hopman dus ook foto's heeft gebruikt in het boek. Het schijnt hij op verzoek van Daan Remmets de Vries te hebben gedaan. Maakt het af en toe heel bijzonder. Je ziet hier bijvoorbeeld die auto weer op de foto. Maar ook hier later in het boek. Bijvoorbeeld de lieve heersbeest. Het huis. En zelfs die complete IKEA-inbouwkeuken. Waar dan Eefje en Antje en hun kind in zitten. Nou, dit verhaal, ik zal niet helemaal voorlezen en verklappen, maar nog eens een klein stukje. Op de zevende dag gingen jullie eten. Alles was toen klaar. En konijn, vroeg je moeder, en wolf? Die zijn nu hierboven, zei jij. Weet je het zeker, vroeg je vader. Ik geloof van wel, zei jij. Nou, taal is mooi in dit boek. En ik ben zelf niet helemaal gelukkig met het einde van dit boek. Maar toch, ik denk dat het een heel aardig boek is om door te praten. Over door te praten, over de schepping, over hoe het leven nou zo gekomen is. En op de laatste bladzijde lig jij dan lekker in je bedje. En kijk eens, daar hangt een poster van Wolf aan de muur. En het konijn zit ernaast. Nou, namens Jaap Lees, Daan Remmets de Vries, van harte gefeliciteerd met de Gouden Griffel. En dat je nog maar veel mooie boeken mag schrijven.